Welkom op internet rondstruinende YouTubers die mijn vlog gevonden hebben. Welkom. En voor mijn trouwe kijkers, uiteraard welkom terug. Op het programma de komende 2 dagen deze zwarte Unilak zwarte Mini Cooper S. Die ik ga voorzien van een polymeercoating nadat ik hem in een aantal stappen heb gepolijst en lakdieptereiniging heb uitgevoerd. Ik heb de wagen inmiddels gewassen. Want ik moest de kap ook even schoonmaken en die moet nu drogen voordat ik hem morgen of misschien zelfs vrijdagochtend kan impregneren. De voorruit gaat in de autoruitcoating van Xeon. De velgen die worden nog een keertje hersteld. Die zijn behoorlijk beschadigd. Maar goed, ik heb ze zelf afgedekt vanwege het soms het kunnen spetteren van het polijsten. En dan vind ik het zonde om al die spetters op de banden en op de velgen te hebben. Het scheelt weer extra schoonmaakwerk. Daarnaast het interieur even nalopen en met name de stoelen van instapschade herstellen. Er zitten kale randjes in de bekende lendensteun van het in- en uitstappen. En het is bruin leder, dus en er zit een witte piping op. Dat noemen ze piping, die afstroken, die kenmerkende biezen in een stoel. Dat noemen ze piping. Daar zit gelukkig geen beschadiging op. Het is alleen puur het bruine leer wat aan beide kanten, zowel passagiersstoel als bestuurdersstoel, hersteld moet worden. En dan uiteraard de chrome pijpjes even polijsten en poetsen. Er zit best wel wat waskrassen in deze auto. Op afstand zo lijkt het of dat hij er prachtig uitziet, maar zodra je er een lamp op zet en van dichtbij bekijkt, dan schrik je. Maar goed, dat is aan mij om dat de komende dagen te gaan herstellen, inclusief de rest van de werkzaamheden. Dus voor nu zou ik zeggen, stay tuned. Om even te laten zien wat de schade inhoudt. Hier een kale plek, hier kale randen. En dan zit er hier en daar zit er ook nog wat lichte krasjes en beschadigingen op de randen. En wellicht dat je het vanaf deze kant ook kan zien op de andere kant van de stoel. Ik loop voor de zekerheid toch nog even over naar de andere kant. Moment. Zo. Zoals je kunt zien zitten hier ook kale randjes in. En hier zitten ook nog wat kale plekjes. Ook die ga ik behandelen. En het leer weer netjes maken. Maar voor het eerst is even het leer schoonmaken. Na de rest van het interieur ook aangepakt te hebben, leden schoongemaakt en de rest van het interieur aangepakt, schuur schoongemaakt en uitgestofzuigd. Deurpanelen of de deurstijlen en sponningen uitgenomen. Ga ik nu verder met het leer van deze stoel. En ik was al bezig met het mengen van een aantal potjes die ik over heb van volgaande lederherstelklussen. En soms ga je gewoon echt op je gevoel, want ik doe het echt puur op gevoel en op kleurinzicht. Dus ik werk niet vanaf stalen. Dus puur echt op het zicht mengen en dan matchen, net zo doorgaan totdat je de kleur gematcht hebt. Ik probeer 97% tot 99% kleuren gelijkheid te halen, want 100% is een utopie. Dat gaat nooit lukken. Als je wetende dat je te maken hebt met 64 miljoen kleuren dus, en tinten, een combinatie van. Dus dat maakt de uitdaging, zeker als je met kleur moet werken met verf, heel erg groot.
Ik had nog een oud potje staan van crème en daar heb ik nog wat rodere vloeistof bij gegooid. En ik zit qua kleur, goed in de richting van de schade die er op zit op de stoel. En dan maak ik altijd een staaltje en dan laat ik het drogen. Om te kijken wat het doet met de rest. Omdat leer op een bepaalde manier de verf absorbeert. Zeker als het helemaal kaal is, dan krijg je een heel andere kleurweergave als dat er in het potje zit. En vaak droogt hij ook anders op het moment dat het materiaal droog is. Natte verf bijvoorbeeld, ongeacht of het dan voor exterieur of exterieur van woningen of wat dan ook, heeft altijd een bepaalde glansgraad of een matte glansgraad, zijdeglans, die bij nat anders is dan dat die droog is. En dat geldt eigenlijk voor de ledenverven idem dito. Dus vandaar dat ik ook altijd eerst ga matchen op het moment dat de lak, de verf, droog is. Zo te zien ga ik in de goede richting, dus ik hou je op de hoogte. Dit soort stoelen maakt soms de uitdaging ook groter met betrekking tot schadeherstel. Met name door het stikselwerk. Kijk, hier heb je zwart stiksel hier op de rand en hier wit stiksel. Dit is de piping waar ik het over had. Dit randje, die afwerkrand, dat noemen ze piping. En in dit geval is die wit. En kujakkleurig leder, waarvan zwart stiksel bevat en wit stiksel bevat. Dus dat maakt het altijd heel erg lastig om randjes te behandelen zonder het stiksel mee te nemen. Wat dus ook een vaste hand vereist en in mijn geval een bril. Want dit is wel heel erg... Als dus stiksel dezelfde kleur zou hebben, kun je nog enigszins maskerend werken. Maar in dit geval wordt dat heel erg lastig. En het leer is zodanig dat ik het alleen met verven af kan. Dus zo gaan we langzamerhand de stoel afmaken. Bijrijden stoel, idem dito, ook kale randjes. Nou heb ik in mijn enthousiasme van mijn werk vergeten de camera uit te zetten. Dus ik heb al het een en ander aan kale randjes hersteld. Dan heb je altijd van die hele kleine schadetjes. Die dan eigenlijk op een bepaalde manier een doorn in het oog zijn. Hier kun je gezien, zie je, wit stiksel en zwart stiksel. Ja, en dat wil je natuurlijk in stand houden, dus... En dan zitten er hier en daar nog wat kleine schadeplekjes aan de andere kant. En dat valt net buiten het camerabereik volgens mij. Kan ik inzoomen? Nee, dat gaat niet lukken. Raad hem maar even uit de standaard gehaald, dat is wat makkelijker. Kijk, hier zie je van die kleine plekjes, kale plekjes, die dan eigenlijk op een bepaalde manier een doorn in het oog zijn. En dat geldt eigenlijk voor heel veel van dit soort schadetjes, hele kleine schadetjes. Die een stoel dan eigenlijk net het smoezel effect geven. Komt heel smoezelig over. Nou, die plekjes ga ik dan ook nog even bijwerken.
Ik zal het nog even laten zien. Het gedeelte wat ik, die plekjes aanwees. En dan de randjes weer netjes. Normaal gesproken heb ik met dit soort werkzaamheden een heerlijk relaxed muziekje op de achtergrond. Maar ja, licentierechten, noem alles maar op. Dat mag niet van YouTube. Dus dan maar zonder muziek op de achtergrond. En dan snap ik wel dat niet iedere muzieksmaak is voor iedereen hetzelfde. Wat voor muziek draai jij op de achtergrond als je aan het werk bent? Laat het een reactie achter beneden in de vlog. Ik ben benieuwd waar jij al zo al naar luistert op het moment dat je met het werk bezig bent. Vroeger, tussen aanhalingstekens, hadden we altijd op de radio arbeidsvitamine. 2 uur lang non-stop muziek. Zat je vroeger ook nog klaar met je cassettebandje opnemen en zo. Geweldig. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal Spotify. Of andere muziekstreamingkanalen. Zo, hier ook weer schadetjes weggewerkt. Tot acceptabel. Want het is en blijft een reparatie. Dat klinkt raar als ik dat zeg. Hier op de zitting nog een beetje. Ja. Gaat de goede kant op. Van de bestuurdersstoel nog een klein beetje verder afwerken en ook dan is die klaar. Interieur is klaar, het leder is klaar en zodra ik het hele plaatje compleet gedaan heb, maak ik de laatste kleine dingetjes nog even af in het interieur. Nog even stofzuigen. En ik moet sowieso de ramen aan de binnenkant nog even doen. Maar dat zijn de dingen die ik altijd op het laatste moment doe. Kapje had ik schoongemaakt. Dus het zou heel vervelend zijn als die smerig wordt door per ongeluk paleispetters. Dus ik heb het hele dak afgeplakt. Zodat ik aan de slag kan. Het enige wat ik nog ga doen is even het kunststofgedeelte afplakken. En met name het enige verschil is tussen de ene keer dat ik het wel doe en de andere kant wanneer ik het niet doe, is wanneer dit soort grijze kunststofdelen buiten het plaatstaal komen, ga ik ze afplakken. Want ik wil niet het risico nemen dat als ik hem eroverheen polijs, dat ik hem bekende witte vlekken erin gaat branden van polijsmiddelen en het kunststof beschadigen. En je hebt auto's waar deze kunststofgrijze delen binnen het plaatstaal liggen. Dus dan heb je er geen last van op het moment dat je hier een polijsmachine bovenop zet. Uiteraard moet je daar natuurlijk wel een vaste hand voor hebben om dat te kunnen doen en zeker weten van je zaak. Dus in dit geval ga ik deze ook nog even afplakken. Want deze steekt buiten het plaatstaal. En dat geldt eigenlijk voor de hele onderkant ook. En dan ga ik beginnen met lakdieptereiniging. Er zit best wel wat vuil op. Misschien dat je het ook kan horen. En dit is industriële neerslag. Dit is industriële neerslag. Boomharsen, vliegroest. En zelfs hier en daar de teerspetters en dat soort zaken.
Dus ik ga eerst beginnen met lakdiepreiniging. Daarna ga ik mijn spullen bij elkaar zoeken om de lak te gaan polijsten. Tot zover. Xeon detailer spray voor het lakdiepreiniging. Er zit toch best wel wat vuil op de lak. Wat je met wassen en wasstraten en handwas er niet vanaf krijgt. Die je dus met lakdiepreiniging moet verwijderen. Zoals ik al aangaf, industriële neerslag, boomhars, vliegenlijkjes, teer- en lijmspetters. Ja, dat is bruin. Ja, daar komt wel wat vanaf. Even een indicatie hoe slecht de lak is. Nu zit er ook wel nog een beetje, nog een beetje detailerspray. Zit er nog, hangt er nog een beetje waas over de lak, maar dat moet je even doorheen prikken. Maar zoals je ziet is de schade best groot. Nu heb ik al een deeltje gedaan, maar heb ik zelf in principe een hekel aan 50-50's qua polijswerk. Maar hier zie je dat we al de goede kant op gaan qua schadestel. Ik dacht dat het een unilak was, maar als je heel goed kijkt, zit er een vlekje in. En een hele kleine groene en een hele kleine goudkleurige. En nu is dit natuurlijk enorm sterk licht, wat natuurlijk een heel veel overbelichting geeft en waardoor je dus echt alles ziet. Kijk, dit is nog een beetje waas van detailerspray. Maar de hologrammen zitten er aardig in. Je kan ook zien dat er hangt een bepaalde grijze waas over de lak heen. En dat heb je nu vanaf deze kant. Misschien dat je dat vanaf deze kant nog beter kan zien. Kijk, zie je. Die even scherp stellen. En of je dat dan dit ziet. We gaan door. Mini nu inmiddels twee keer gehad. We gaan nu voor de laatste de finish polijst en daarna ontvetten. En dan in de polymeercoating zetten. En dan als laatste bandjes, velgjes, kunststofdelen, ramen en de vooruit moet ik even in de coating. En dan gaan we al aardig richting het einde. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even ronde 3 doen met de finish polijst.
Derde ronde zit er inmiddels ook op van het paleister. Nu gaan we over naar ontvetten en voorzien van polymeercoating. En dat heeft een poosje droogtijd nodig, dus ondertussen kan ik andere zaken waarnemen en uitvoeren. Ziet er wel lekker strak uit, want hij was echt slecht. Qua krassen, heel veel krassen. En ik heb 90-95% heb ik eruit. En de andere 5 cent, die zijn, andere 5%, die zijn gewoon te diep om nog überhaupt blanke lak over te houden. Want ja, blanke lak is niet eindeloos. Dus ja, voor het resultaat, ja, super tevreden. Goed, we gaan verder. Kunststof heb ik aan de zijkant inmiddels ook gedaan, zoals je gezien hebt. En in een beschermlaagje gezet. En nu is het aan mij om de softtop te gaan impregneren. Zoals eerst het dak afgeplakt was, doen we het nu precies andersom. Zo, en dan bouwen we het in. Zitten blijven. Dan spray ik ook het impregneermiddel niet op de auto en op de lak, want die is natuurlijk klaar en schoon. Zo. Zo gaan we de hele auto even afplakken. Zo, de raam afgeplakt. Kijk, dit is een van die weinige cabrio's die je ziet waar de Britse vlag in verwerkt zit in de softtop. Geweldig. En je hebt versies van de Mini waar je ook de Engelse vlag in de achterlichten ziet. De Mini Cooper S Cabrio is klaar. Afgelopen dagen bezig geweest met het interieur, lederherstel zoals je gezien hebt. Interieur nagelopen, opgefrist. Ramen gedaan aan de binnenkant, raamcoating gezet, dak schoongemaakt en geïmpregneerd. De lak gepolijst, lakdieptereiniging, aantal stappen ontvetten en in de polymeercoating gezet. En de banden even in de bandendressing. En dan zit het projectje er weer op. De wagen kan terug naar de eigenaar / eigenaresse. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende video. Wederom weer dank voor je aandacht en tot de volgende keer. Ciao. Oh, en je krijgt natuurlijk van mij nog even het bekende rondje van de zaak.